Een kwart eeuw geleden zat ik op de Amsterdamse kunstenaarssociëteit Kring, mij onder het genot van gepofte drank, mij te verbazen over onbegrip en gebrek aan waardering voor mijn culturele manoeuvres. Jan Vrijman, de cineast en journalist Junaye, sprak mij toen min of meer troostend toe van: jongen, jij loopt veel te hard van stapel. Je loopt gewoon voor. Er komt een tijd dat je gelijk gaat lopen. Dan krijg je prijzen en dan word je gelauwerd. Dan komt de tijd dat je het niet meer kunt bijbenen. Dan ga je achterlopen. Maar geen nood, op vergaande glorie kun je nog heel lang teren. Ze blijven van je houden, wat je ook deed, ook al stelde er helemaal niks meer voor. Gaat die tijd dan nu aanbreken?